De renners staan klaar op het tekenpodium. En vandaag is een van de zwaarste wedstrijden in de Nederlandse loterij topcompetitie. De Ronde van Limburg. Je kijkt naar een samenvatting van de Ronde van Limburg, de vijfde wedstrijd in de Nederlandse loterij topcompetitie alweer, waarbij de eindwinnaar een stagecontract wint bij Team Katusha Alpecin. Het is warm vandaag en dus verscholen de renners zich in de schaduwplekken, zo ook Josh Teasdale, de leider in het bergklassement die vandaag zijn lol op kan in de Zuid-Limburgse heuvels. Ook afgelopen jaar was de Ronde van Limburg warm en slopend en reden drie man geen hout binnen om te strijden om de winst. Het was uiteindelijk Groninger Rick Ottema die de Ronde van Limburg op zijn naam schreef en er meteen de basis legde voor zijn latere winst in de Nederlandse loterij topcompetitie. Ja, fantastisch. Had ik echt niet verwacht. Voelde me niet super goed, maar ja, in de sprint kon ik het toch afmaken. Ja, echt bizar. Ottema is vandaag afwezig, want hij kampt met blessures. Maar er zijn heel veel fitte renners die in de rij staan om de Ronde van Limburg op hun erelijst te krijgen. Wat te denken van Limburger en man in vorm Jaap Kooijman. Reed al een ijzersterke Ton Dolmans trofee, maar kreeg daar een lekker band in de finale. En mag vandaag in de herkansing op vaderlandse bodem. Ja, zeker. Iedere Limburgse koers vind ik gewoon prachtig, gewoon door mijn trainingsgebied. Ik zou er heel graag ooit eentje winnen en vandaag is weer een kans om er gewoon eentje te winnen. En misschien wel de mooiste Ronde van Limburg, bestaat ook het langste volgens mij in Limburg. Dus ik hoorde net de speaker omroepen dat sinds 1981 er geen Limburger meer gewonnen had. En het zou heel mooi zijn als ik daar nu achter kom te staan. Ja, we gaan de Ronde van Limburg voorbeschouwen en ik doe dat met een echte Limburger, Rob Ruig. Ooit een keertje 20ste in de Tour de France. Ja, klopt. Heel goed. Je bent heel goed op de hoogte. Dat was in 2011. Ja. Nederlands hoop in bange dagen toen. Mark Smeets sprak de lofzang over jou. Maar het is er toen niet echt helemaal uitgekomen. Hè? Of zeg ik nu iets raars? Zou je het kunnen bestempelen. Maar uiteindelijk ben ik ook realistisch geweest. De ploeg, vakantielijst is gestopt na 2 jaar. Ik heb blessures gehad. En dan moet je eerlijk zijn en in de spiegel kijken. En dan weet je dat als er 4 andere ploegen samen met jou stoppen. Dan komen er 150 renners op straat te staan. En toen heb ik een stapje terug gedaan naar het continentale niveau. Ik durf te stellen dat ik dat niet helemaal onverdienstelijk heb kunnen doen. Alleen ik heb wel de stap niet meer kunnen maken terug naar het hogere niveau. En dat is wel jammer geweest. Maar ik heb de Ronde van Iran bijvoorbeeld kunnen winnen. En ook heel vaak, omdat ik bij Belgische ploegjes reed, ben ik vaak in de lange vlucht mee geweest. Dus het is niet meteen een resultaat. Maar dat was wel iets waar ik me vooral mijn focus op legde. En dat is vrij goed kunnen lukken. Alleen als je dat 5 jaar doet, dan heb je het opeens ook al gezien. En als je dan die stap niet kunt maken, dan is het hoog tijd om te zeggen van nu ga ik ermee stoppen en andere dingen doen. Nieuwe fase in je leven. En nu zien we Rob Ruig hier natuurlijk met mij de wedstrijd voorbeschouwen. En dat doen we dus ook. We gaan naar de klassementen kijken in de topcompetitie. De Nederlandse loterij topcompetitie kent 5 klassementen, waarvan er 1 niet in koers bestreden wordt, maar indoor. De Wattmeistertrui die in handen is van de Belg Bram Rombouts. 12 juni is er weer een voorronde en kan er een nieuwe leider komen, maar vandaag zit de uitdaging dus bij de 4 andere klassementen. De bergtrui, ja, vandaag natuurlijk een hot topic, want er zijn vandaag heel wat nare beklimmetjes. De Keutenberg, de Gulpenberg, de Kouberg, nou ik noem maar zo een aantal waar punten zijn te verdienen. Maar dat bergklassement staat nog kort op elkaar en eigenlijk kan het alle kanten op. Heb jij een renner waarvan je denkt, nou die zie ik vandaag die trui afpakken van Josh Teasdale? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld een jongen hier uit de provincie zelf, Mitch Groot, die staat er ook vrij kort voor. Alleen de vraag is natuurlijk, waar ligt de ambitie? Want ja, je rijdt hier de Ronde van Limburg en als je daar een mooi resultaat kunt fietsen, dan denk ik dat je daar de prioriteiten legt. Niet zijn nadelen natuurlijk van die bolle trui, maar degene die de trui om de schouders heeft, daar ben ik van overtuigd dat hij er vol voor gaat, omdat hij de trui natuurlijk wil verdedigen. Ja, dat klopt. Het is geen simpel wedstrijd vandaag, geen gemakkelijke. Ik heb die parcours al verkennen, dus ik weet wat ik moet verwachten vandaag. Maar we gaan proberen om zoveel punten mogelijk te krijgen. En altijd van voor zitten, want je weet nooit wat er gaat gebeuren op een parcours zoals dit.
Dan gaan we naar de blauwe trui, de beste clubrenner. Ja, de renner die daar aan de leiding staat, Davide Bomboy, is er niet. En Wouter Been, die is er wel en die kan goed uit de voeten op dit terrein. Maar ook de nummer 3, Jarno Gemelig-Meiling, die won de ronde van Limburg alles, hè? Ja, klopt. Kijk, als je naar het verleden kijkt, dan Gert Jacobs bijvoorbeeld, Johnny Hogeland, Jarno Gemelig, die nu nog in het huidige peloton fiets. Ik sprak hem net nog. Hij is wat druk, ook in het maatschappelijke leven, maar laatst in de Ton Dolmans trofee rijdt hij nog vrij kort. Dus hij wilde de gemoederen wat bedaren, maar ik denk wel dat hij vandaag een van de kanshebbers gaat zijn om een mooi resultaat te fietsen en misschien wel winnen. Ja, en Daan van den Berg sprak Jarno net voor de start. De kopgroep. Toen je won, reed je nog bij Metec. Nu rij je op clubniveau bij de Volharding. Kan je vandaag weer winnen? Dat is een hele goede vraag. Nou ja, de situatie is helemaal anders nu. Ik werk 40 uur in de week, heb een kindje. Dus het is nu gewoon echt hobby. Maar ja, het gaat wel erg goed. In de Ton Dolmans trofee was ik wel bij de betere. Dus het kan, denk ik. Maar het zal niet makkelijk zijn. Minder grote kans dan 2 jaar terug. De belangrijkste klassementen in de Nederlandse loterij, topcompetitie mag ik wel zeggen, zijn de jongere trui en natuurlijk het algemeen klassement. Allebei in handen van Dylan Bouwmans. Een jongen die de laatste tijd fantastisch fietst. Hè? Natuurlijk in de Ton Dolmans trofee al liet zien dat hij goed is in de heuveltjes. Is hij de topfavoriet voor vandaag? Ja, nou ja, inderdaad. Als je ziet hoe hij die fiets in de Ton Dolmans trofee, dan is het wel een jongen die op dit parcours absoluut uit de voeten kan. De omstandigheden waren daar iets anders. Daar had je regen en kou. Dat kan vandaag wel prachtig gaan spelen. Niet zijn nadelen natuurlijk van Dylan Bouwmans. Ik verwacht hem ook bij een van de topfavorieten. Maar het kan ook een tamme koers worden. Ook een koers waar veel krampjes om de bocht komen kijken. Maar als we het gaan hebben over mensen die van voren kunnen fietsen, dan bereken ik zeker Dylan tot een van de topfavorieten. Ik denk wel dat de heuveltjes me liggen. In Ton Dolmans ging het ook goed. Dus dat moet me wel liggen. En voor de rest hoop ik dat het gewoon een zware koers is. In ieder geval, dat is een beetje het plan vanuit ons. Om zoveel mogelijk renners dan naar de kloten te hebben in de finale. Renners naar de kloten in de finale. Stevige taal van de leider in de Nederlandse loterij topcompetitie, die nog even op de foto mag met ex-prof Leon van Bon. En dan start de koers geneutraliseerd onder toeziend oog van Roy Pakbier. De man die ook de Amstel Gold Race onder zijn hoede heeft. Een lange neutralisatie van maar liefst 10 kilometer die nog eens onderbroken werd door een spoorwegovergang die dicht moest vanwege een voorbijrazende trein. Ja, rij maar. Ja, en niet veel later zitten we dan op de Atsteeg. Een klim die verder op de dag nog meerdere malen genomen zal worden. En dan is hier eindelijk de verlossing met het fluitsignaal. De Ronde van Limburg is officieel vertrokken. De Nederlandse Loterij Topcompetitie telt 10 koersdagen. En vandaag zijn we dus aanbeland bij de 5e afspraak. De Ronde van Limburg die start met een grote lus van 106 kilometer. Waarin de Keutenberg, de Gulpenerberg, de Kouberg en de Snijdersberg meetellen voor de bergpunten. Daarna 2 rondes van 25 kilometer met daarin steeds weer die Snijdersberg, Maasberg en de Atsteeg. Ook hier punten voor de bergtrui. De renners mogen dan nog 2 keer 11 kilometer rondrijden en dan is het afsprinten naar ongeveer 180 kilometer in Genhout. En meteen maken 7 renners zich los van de jagende meute. Oud-prof Patrick Stroeke vindt het allemaal prima. Hij rijdt de wagen met de competitieleider Twan Poels, die de strijdlustigste renner vandaag bekend zal maken. En die zou best wel eens vooraan kunnen zitten, waar de renners met de voeten aan de grond moeten. Want hoe kan het ook anders? Er is weer een trein op komst en dus wordt de wedstrijd voor de 2e maal geneutraliseerd. Voor heel even gelukkig, want de renners hebben er zin in en 9 man maken zich los van het peloton. Pech voor Robin Blubbel dan, een renner van Volker Wessels Merks. Hij raakt van de weg en kon nog net overeind blijven en dan hebben we nog 8 man vooraan. We zien Bo Duvigneau van Vlasman Cycling Team. Topsprinter Bas van der Kooi, Monkey Town A-blok.
Maar ook vedergewicht Thijs de Lange is mee, de Zeeuw van Metek TKH. Dan zien we Volkert Oostra, ploegmaat van Bas van der Kooi, Koen Paalman, Volker Wessels-Merks, Rick van Breda, de derde man van Monkeytown Ablok voorin, Wim Wittenberg van de Jonge Renner en de enige Belg in de kopgroep is Ruben van der Hagen van GM Recycling Team. In het peloton vinden ze het prima. Er wordt niet gecontroleerd gereden en de voorsprong van de leiders loopt snel uit tot bijna 2 minuten na slechts 30 kilometer koers. Problemen dan voor Rick van Breda. Zijn ketting loopt vast op de Keutenberg, de steilste klim van Nederland met 23% op bepaalde stukken. Terugkeren is onmogelijk en zo hebben we nog maar 8 mannen richting de top voor de eerste bergsprint. En dat het hier mooi is, dat wisten we. Zo ook de koeien in de wei die Wim Wittenberg als eerste boven zien komen. Hij pakt daarmee de meeste bergpunten, maar er komen nog heel veel venijnige klimmetjes. Dus de strijd om de bergtrui is nog lang niet gestreden. 8 leiders dus en daarachter is het peloton in stukken gebroken. Maar de voorsprong van de koplopers is flink geslonken. Toch blijven ze knap uit de greep van de achtervolgers en hier op de Gulpenerberg, de tweede klim van de dag, bouwen ze hun voorsprong weer iets verder uit tot 1,5 minuut. We zijn dan bij de Piemert, een kort maar taai klimmetje waar de verzorgers staan uitgestald. En die hebben het druk vandaag, want het kwik klom tot 33 graden en dan is vochtregulatie cruciaal. Hoeveel bidonnen heb je voor vandaag voorbereid bij deze hitte? We hebben er in ieder geval een kleine 100 voorbereid en die hebben we verdeeld over 3 posten. En als het goed is gaan we 6 keer tijdens de koers, misschien wel 7 keer verzorgen. Nou ja, dat loopt in ieder geval, tot nog toe loopt dat in ieder geval prima. En ja, als ze natuurlijk lekker verspreid zitten zoals nu, dan gaat het aardig. Alleen als ze heel erg dicht bij elkaar zitten, dan wordt het lastig. En dan moeten ze even wachten tot 20 kilometer verder en dan zijn ze weer aan de beurt. We zijn aanbeland bij de Kouberg, alom bekend van de Amstel Gold Race en het wereldkampioenschap in Valkenburg. En de kopgroep splijt uit elkaar. Thijs de Lange draait de gaskraan open en dat moet ook wel, want in het peloton heeft Dylan Bouwmans zijn troepen gedirigeerd om tempo te maken. En dat doet pijn in de groep waar ook bergkoning Josh Teasdale op zijn tanden moet bijten om voorin te blijven. Of de koplopers het gaan redden, dat zie je zo na de break, want er wordt volop gejaagd door Westfrisia en Metek TKH. Maar dat mag de pret niet drukken, want het is ouderwets gezellig in de karavaan. Welkom terug bij deel 2 van de Ronde van Limburg, de 5e wedstrijd in de Nederlandse Loterij Topcompetitie waarmee een stagecontract is te verdienen voor de eindwinnaar van het klassement bij Team Katusha Alpecin. Zojuist zagen we al hoe Thijs de Lange van Metek TKH de kopgroep uit elkaar trok op de Kouberg. Bas van der Kooi en Volkert Oostra kunnen mee en zo vormde zich een groep van 3 man met nog 70 kilometer te gaan. Vlak daarachter zitten 3 achtervolgers waarbij streekfavoriet Jaap Kooiman die als Limburger hier hoopt te scoren vandaag. Hij sluit niet veel later aan bij de 3 koplopers samen met David Dekker en Harry Swering. 6 leiders dus, maar het peloton is in aantocht op de Snijdersberg en de situatie zal niet blijven zoals die is. Maar dat is eigenlijk met alles in het leven en ook met spullen en daar weet Joris Haaks alles van. We maken een uitstapje naar Schravenzande waar BCP Special Paintworks beschadigde fietsen een tweede leven geeft. In samenwerking met Racefietspolis, de sponsor van de bergtrui, mocht Brady van Dalen, een renner uit de Nederlandse loterij Topcompetitie, blij maken met een bike repair. En de Belg Joris Haaks was de gelukkige. Hij maakte in de 2e wedstrijd van de competitie een flinke klapper en zijn fiets liep daar de nodige schade op.
Nadat Brady de intake heeft afgerond, inventariseert hij de carbonbreuken op het frame. Eerst worden de plekken zorgvuldig afgeschuurd en behandeld met een speciale contrastvloeistof, waarna de breuken goed zichtbaar worden. Het is wel een carbonschade uiteraard. Het is ook niet gelijk een schade dat je helemaal in paniek raakt, waardoor je denkt van joh, dat frame dat is zo gigantisch gescheurd. Dat valt erg mee. Ik heb hier bijvoorbeeld een andere, die zal ik even laten zien. Kijk, hier heb je geen vloeistof voor nodig en ook geen bril. Dit zie je dus even dat dit kapot is. Ja. En ook deze wordt weer even sterk en weer net zo mooi als daarvoor. Het frame wordt nu afgeplakt zodat het verder niet zal beschadigen en dan volgt het bijzondere proces waarbij met vloeibare hars dunne laagjes met hoogkwalitatieve carbonvezels op de breuken worden geplaatst. Dan gaat de fiets de oven in en kan de magic zijn werk doen. De volgende dag nadat alles is afgekoeld wordt het geheel mooi geëgaliseerd en vakkundig bijgespoten en dan is de fiets weer als nieuw. Tijd om Joris er weer bij te halen, want dan kan hij weer snel terug naar België om zijn geliefde frame weer op te bouwen en deel te nemen aan de koers. Nou, je kent er weer tegenaan. Er is niets meer van te zien. Nee, hè? Intussen is in de Ronde van Limburg een nieuwe situatie ontstaan. We hebben één leider. Jens van den Doel, de lange renner van Metec TKH, heeft een voorsprong bij elkaar gefietst van 50 seconden met nog 40 kilometer te gaan. Dat lijkt comfortabel, maar de kilometers beginnen nu te tellen en dus komt zijn ploegleider Matthijs Delen nog even bij hem langs voor overleg. Wat is de bedoeling van deze actie van Jens? Met Jens krijgen we nu een man vooruit, terwijl we Bouwmans erachter hebben zitten voor de trui. En daarmee komen we eigenlijk straks hopelijk in een overtalsituatie terecht om het uit te spelen in de finale. Jens is gewoon goed. Daarachter hebben we ook nog goede mannen. Dus voor ons ideaal plaatje. Ja, strategisch speelt Metec TKH het heel goed. Een sterke man vooruit en de leider in de stand erachter die niks hoeft te doen waardoor de anderen in de actie worden gedreven. Maar voorlopig gebeurt er weinig in het peloton dat langgerekt is met achterin twee truidragers die de dag toch lastig verteren door de extreme hitte. Maar dan is de show van Jens van den Doel voorbij. Een selecte groep is in aantocht met een overtal aan Metec-renners. Zo zien we Marijn van den Berg, David Dekker, achterin ook nog Thijs de Lange en in het oranje is de leider Dylan Bouwmans in aantocht. En Bouwmans oogt fris en kan nu leunen op zijn ploegmaten. Maar de groep die zich heeft afgescheiden is nog behoorlijk groot en telt dik 30 renners in de afdaling van de Slingerberg. In die groep ook de winnaar van 2017, Jarno Gemelig-Meiling, die niet veel later op de Maasberg te kampen krijgt met stomme pech. Zijn ketting zit klem en hij kan de koers niet vervolgen. Vooraan is de koers dan ontketend en Matthias Rijmakers probeert het dan alleen op de atsteeg. Hij krijgt niet veel ruimte en al snel wordt hij ingerekend door de groep waar Dylan Bouwmans soeverein de zaken controleert. Maar dan geheel onverwachts rijden twee clubrenners weg uit de groep der favorieten. Steven Willemsen van de Kannibaal en Jos Dekker van John Deere NWVG zijn vertrokken. En als dan iets later de Belg Jaron Weidehoge komt aansluiten, is de samenwerking optimaal. De drie gaan er helemaal voor en twijfelen geen seconde, want voor alle drie de renners is de Ronde van Limburg een droomkoers om te winnen. En een kans als deze komt zelden voorbij. Hier op de atsteeg is te zien hoe klein de voorsprong nog is, maar de mannen blijven toch knap vechten en houden de achtervolgers op achterstand. Bij het passeren van de finish met nog 11 kilometer te gaan zien we nog één renner de oversteek maken en dan lijkt de slag gemaakt.
Brecht Stas, de Belg van het belofte team Home Solution Soeners, kwam sterk oprukken en is misschien wel de meest frisse renner in de finale. Maar dat zal blijken in de laatste rechte lijn. Want de vier mogen het gaan uitmaken in de straten van Genoud. En daar is het een nek-aan-nek strijd. Maar trekt Brecht Stas aan het langste eind voor zijn landgenoot Jaron Weidhoven en Sjors Dekker. Ja, echt geweldig. Zo lang geleden dat ik nog gewonnen heb en zo'n koers winnen. Gewoon prachtig. Ik zag de kopproef vertekenen. Ik dacht, ik moet daar naartoe. En de ene keer dat ik erbij kwam, voelde ik wel echt dat ik de betere was om rond te draaien. Want het is altijd gevaarlijk om te spurten. Dus een paar keer op de zwaardere stukken gedemareerd hadden. Dat ze redelijk kapot zaten. En dan de spurt kunnen winnen. Hier dan de daguitslag. Brecht Stas wint de wedstrijd voor Jaron Weidhoven en Sjors Dekkers. Steven Willems zien we op plek 4 voor Hartijs de Vries. Bas van der Kooi, Rens Tulner, Dylan Bouwmans die de waardevolle 30 puntjes meepakt voor het algemeen klassement. En op plek 9 zien we Kelvin van den Doel voor Fabio Sinooi. Hier in de Ronde van Limburg nogmaals een overdovend applaus voor Brecht Stas, voor Jaron Weidhoven en voor Sjors lekker op de derde plaats. En laatst genoemde is meteen ook de leider in het clubrennerklassement, waar hij Davide Bomboy van de troon stoot. Dit hadden we wel even nodig, want het was laatste tijd allemaal net niet. In Tol Dolmans had ik lek gereden, toen dat ik in de kopgroep zat. Dus dan val je weg en dan is het ook een prestatie die je gewoon, gewoon een podiumplaats door je neus en geboord, zeg maar. En, ja, het is wel mooi dat je nu iets moois meepakt als deze. De bloemen voor Bram Rombouts. Bram Rombouts blijft uiteraard leider in het Wattmeisterklassement. Maar 12 juni zou daar verandering in kunnen komen. Want dan is de laatste voorronde als opmaat naar de finale. In het bergklassement is Jens van den Doel opgeklommen naar de hoogste treden. Hij mag dus de mooie bolletjestrui aan van Racefietspolis. En dat moet een beloning zijn voor zijn aanvalslust, die niet heeft geresulteerd in de winst, maar wel in een trui. Nou, ik had wel echt snel een grote voorsprong en het liep op zich wel lekker. En ik hoopte minstens tot en met de Snijdersberg vooraan te blijven. Want mocht er dan een klein groepje oversteken, dan zat ik ervoor. Maar ja, toen ik ze daar al gauw zag komen en het een groot peloton was, dacht ik al van ja, dit heeft niks opgeleverd helaas. En dan voor die bollen nu? Ik denk met de klimtijdrit zijn natuurlijk heel veel punten te verdienen. En met de rode omloop nog, dus het zit er nog wel in. Dylan Bouwmans vandaag netjes 8e en daarmee kwamen beide leiderstruien niet in gevaar. De witte jongerentrui gaat dus om zijn schouders mee naar Brabant. Maar uiteraard ook de oranje trui van Mats Salde, waarmee een stagecontract is te verdienen bij team Katusha Alpecin voor de eindwinst. Voor de Kouberg had ik het idee dat het gat wel heel groot werd. Dus toen hebben we een keer doorgetrokken en sindsdien zaten we eigenlijk heel goed in de koers. Maar we hebben de finale eigenlijk een beetje verpest, want toen reed er een groepje weg zonder iemand van ons. En dat was het enige groepje dat niemand van ons bij zat. En dat, was de groep die dus wel wegbleef. Dus dat was eigenlijk wel balen. Is het dan meteen op zo'n moment balen als leider in het klassement? Want je kan natuurlijk ook denken van ja, die drie man, die zijn in het klassement nog wel. Ja, die hadden vrij weinig punten. Dat is ook wel heel goed voor jou. Ja, dat is wel goed. Maar we kwamen hier als ploeg om te winnen en dat is niet gelukt. Dus dan is het eigenlijk ook weer niet goed. En zo is dat. De Ronde van Limburg zit erop. Maar we zijn snel weer terug met een nieuwe uitzending. Dan van de Beemsterkaasronde van Noord-Holland. De enige meerdaagse in de reeks met een proloog, omloop en klassieker. De samenvatting daarvan wordt uitgezonden op 14 en 18 juni. Hier op Eurosport 1.